staalbedrijf Jack Miller uit Wijchen vierde afgelopen december zijn 25-jarig jubileum. Toch wilde eigenaar Graham Muller geen cadeaus, maar zamelde hij geld in voor de Maag-Lever-Darm-stichting. Muller heeft zelf een spijsverteringsziekte, waardoor hij de stichting een warm hart toedraagt. Hij verdubbelde de opbrengst nog eens en vandaag was het tijd om de cheque te overhandigen. Dankjewel. Prima. Kijk eens aan. Nou, fantastisch hoor. Echt geweldig. Ja. Zojuist heeft Glenn Muller mij een cheque overhandigd voor de Maag-Lever-Darm-stichting met een fantastisch bedrag erop, €15.700. Hij heeft dat geld ingezameld bij het jubileum van zijn bedrijf. We hebben een feest georganiseerd voor onze relaties, klanten, leveranciers, familie en bekenden. En daarin hebben we gevierd dat we 25 jaar een stalen band hebben. En een van de dingen die persoonlijke werd voor mij is de MLDS-stichting, omdat ik zelf patiënt ben met de ziekte van Crohn. Mensen kennen die darmkanker hebben en slokdarmkanker. En ik dacht, dit is een mooi initiatief om ook de betrokkenheid van ons bedrijf naar deze stichting te tonen. Dat is echt hartverwarmend dat hij dat gedaan heeft. Glenn is zelf patiënt. En hij hoopt natuurlijk, en dat is wat wij als Maag-Lever-Darm-stichting doen, dat er weer nieuwe dingen komen voor patiënten om het leven van patiënten eigenlijk te verlichten. De ziekte van Crohn is minder bekend bij mensen en dat maakt het ook moeilijker om hier geld voor op te halen. Kanker, dat weet iedereen wat dat is. Hè? Dan gaat het echt over leven en dood. En dat is vaak ook makkelijker om daar gelden voor binnen te halen. En dit is eigenlijk een ziekte die wel heel ontwrichtend is voor mensen. Maar waarvoor het toch minder makkelijk is eigenlijk om daar fondsen voor te werven. Nou, voor mij valt het relatief mee. Ik heb een milde variant. Dat wil zeggen dat ik met medicatie geholpen ben. Omdat we of op tijd bij waren of ik geluk heb dat ik maar zo'n variant heb. Maar er zijn ook schrijnende gevallen die ik ken die echt enorm veel last daarvan hebben in hun dagelijkse leven. Mensen praten niet graag over spijsverteringsklachten. Vaak omdat mensen zich ervoor schamen. De Maag-Lever-Darm-stichting en Glenn willen dat het taboe doorbroken wordt. Ja, poep is niet zo'n sexy onderwerp. Het is bijna lastiger om het over poep te hebben dan over seks. Maar het gaat ons allemaal aan. En het is heel belangrijk dat we het er wel over hebben met elkaar. En ik merk het ook in mijn eigen omgeving. Sinds ik dit heb en erover vertel, dan hoor ik steeds meer mensen die met dezelfde problematiek te maken hebben. En dat schijnt een taboe op te zijn. En wellicht kunnen we dat doorbreken door meer mensen beter te kunnen helpen om in het dagelijks leven er minder last van te hebben.